En ik geef graag de eerste spreker vandaag, mevrouw Özetok namens GroenLinks, het woord. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Özetok. Ik heb nog niks gezegd. Nee. Hoeft ook niet bij mevrouw Leijten soms. Mevrouw Leijten. Ik ben natuurlijk altijd blij mijn collega's te zien, maar ik vraag me zo af waarom mevrouw Özetok daar staat en niet daar zit. Ja, dat is een goede vraag. Omdat wij niet de indieners zijn van de wet. Zij is niet de indiener. Het was de heer Duivendak, mevrouw Halsma, mevrouw Sap, mevrouw Voortman, die dit wetsvoorstel er doorheen heeft gekregen in beide kamers. Dat is een prestatie van formaat. Ik ga ze daar straks voor feliciteren. Maar schaamt u zich er niet voor? Of schaamt mevrouw Özetok zich er niet voor, voorzitter? Dat zij uiteindelijk haar grondwettelijke plicht namens haar voorgangers en haar partij niet daar handhaaft en het wetsvoorstel gewoon verdedigt. Mevrouw Özetok. Ja, weet u, ik vind het heel erg knap dat u ons voorstellen, zeker binnen mijn partij, goed heeft gevolgd. Dat klopt. We hebben heel lang aan dit voorstel gewerkt. U heeft de namen van heel waardevolle collega's al genoemd. Maar de werkelijkheid ondertussen is veranderd. De maatschappij is veranderd. En het congres van GroenLinks heeft besloten om niet alleen maar mee te gaan in een nieuw wet die ja en nee zegt, maar verder te kijken naar hoe we de democratie kunnen verstevigen. En daar heb ik een prachtig verhaal bij. Gaat u rustig zitten, dan denk ik dat u echt elementen tegenkomt die u heel erg aanspreken. Ik wil u één opmerking mag u maken en ik wil eigenlijk voorstellen dat mevrouw Özetok met haar verhaal verder gaat. En u kunt natuurlijk daarna of tijdens het verhaal interruperen. Misschien heeft ze inderdaad daar opmerkingen over in haar verhaal. Maar dan moet ze de kans krijgen om haar verhaal ook te doen. Wij zijn zeer benieuwd hoe meepraten anders is dan meebeslissen. Daar zullen we het vast ook nog over hebben. Maar ik wil toch de GroenLinks-fractie er hierop wijzen dat ze een grondwettelijke plicht heeft. Dat als je een grondwetswijziging aangenomen krijgt, dat je na de verkiezingen die direct weer moet indienen. En dat op het moment dat we daar een loopje meenemen, dat we onszelf niet serieus nemen. U heeft uw punt gemaakt. Ik geef eigenlijk mevrouw Özetok nu het woord voor het vervolgen van haar betoog. Mevrouw Özetok. Voorzitter, wij zijn hier heel erg wij zijn bezig met een heel belangrijk wetsontwerp en dat moet ook heel erg zorgvuldig behandeld worden. We spreken vandaag over een initiatiefwet, correctief referendum in de tweede lezing. Een onderwerp waar we ons eerder positief over hebben uitgelaten. Dat klopt. Want wat beoogden wij? Net zoals veel mensen in Nederland hebben het gevoel dat politiek in Den Haag besluiten neemt maar zonder daarna naar hun inbreng wordt geluisterd. Over hun hoofden heen wordt gereageerd. Ze willen aan de noodrem kunnen trekken als de plannen een kant op gaan die ze echt niet bevalt. Maar mensen willen ook dat hun land goed bestuurd wordt. In de richting die ze wel willen, die ze ook willen beïnvloeden. Niet dat het na de noodrem de boel permanent stilstaat. Vandaar ook, de vraag is vandaag, is het correctief referendum een goed instrument om aan die tweede eisen tegemoet te komen. Samen met de PvdA en D66 heeft mijn fractie dit initiatiefwetsvoorstel in eerste lezing in de Tweede Kamer verdedigd en het vervolgens namens de Tweede Kamer ook in de Eerste Kamer verdedigd. De realiteit is echter nu dat wij hier staan als partij die geen indiener meer is van dit initiatiefwetsvoorstel. GroenLinks vindt inspraak en participatie erg belangrijk en dat geldt ook voor inspraak binnen onze eigen partij. Bij GroenLinks hebben leden een zeer belangrijke stem. Zij discussiëren met elkaar en stellen uiteindelijk met elkaar het verkiezingsprogramma vast. Mijn fractie vindt het belangrijk om het gevoel van onze leden op een goede wijze te verwoorden in ons politieke werk. Mijn fractie heeft besloten dat wij de uitspraak van ons congres op dit punt overnemen. Dat houdt in dat we de inspraak en betrokkenheid wat bestaat uit het voeren van een zorgvuldig maatschappelijk debat over allerlei onderwerpen
En de democratie is een veel uitgebreidere proces dan alleen maar aan het eind van het proces ja en nee zeggen tegen een voorstel. In een dergelijk inclusief proces van burgerparticipatie is het van groot belang dat burgers het gevoel hebben dat zij grip hebben op de totstandkoming van de besluitvorming en dat er een brede dialoog plaatsvindt over de verschillende belangen. Een referendum kan het sluitstuk van een dergelijk proces zijn. Dat is de reeds geldende wet en nu ligt een nieuw wetsvoorstel die eigenlijk niet voldoet aan die wens van de burger. Heer Martin Bosma. Ja, laf hoor. Verschuil je maar achter je leden en verschuil je maar achter je congres. En neem maar vooral zelf niet je verantwoordelijkheid. Voorzitter, ik citeer. Wie stelt dat de burgers genoegen moeten nemen met de mogelijkheid om eens in de 4 jaar al dan niet te stemmen op de volksvertegenwoordiger en partij van zijn of haar keuze, doet wat ons betreft onrecht aan de toenemende mondigheid van burgers, het belang dat gehecht moet worden aan de betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak en de breed gedeelde wens om te kunnen bijdragen aan het goed functioneren van de democratische rechtsstaat. Weet u wie dat gezegd heeft? Femke Halsema. En Femke Halsema had gelijk. En dus zegt Femke Halsema over u dat u onrecht doet aan de mondigheid van burgers. Wat vindt u van de mening van Femke Halsema? Mevrouw Usertok. Femke Halsema waardeer ik zeer. Heb ik hoog zitten, zeker als het gaat om democratie. Ze heeft ook veel meer dingen gezegd dan alleen dit. U citeert nu een stuk. Misschien kunt u zelf, als het gaat over de democratie, een voorbeeld nemen hoe het dan in uw eigen partij zou moeten gaan. Nou, bij onze partij wordt ook goed geluisterd naar de leden. Ik dacht dat u geen leden had. Nou, dan bent u slecht ingelicht. Maar dat blijkt vooral vandaag dat u heel slecht bent ingericht. Voorzitter, het referendum holt het mandaat van de volksvertegenwoordiger niet uit, maar geeft het juist een grotere materiële betekenis. Nog een citaat van Femke Halsema. Dit wetsvoorstel is ingediend door onder andere GroenLinks. Het is verdedigd door mevrouw Sap, het is verdedigd door mevrouw Halsema, het is verdedigd door meneer Duivendak. Waarom? Omdat GroenLinks zei dat is goed voor de democratie. Het zorgt ervoor dat mensen mondig zijn. Het zorgt ervoor dat mensen betrokken zijn bij het bestuur. En wat zegt GroenLinks nu? Al die mensen, al die Femke Halsema's, al die mevrouw Sap, al die Wijnand Duivendaks, die hebben gewoon uit hun nek zitten praten. Dat is wat u vandaag zegt. Dit gaat niet over correctief referendum. Dit gaat over democratie. En dat heb ik net al uiteengezet wat we daarvan vinden. En het is helemaal coherent aan wat onze leiders toen de tijd ook hebben gezegd. Voorzitter, de mevrouw van GroenLinks had zich gewoon kunnen inlezen. Ik sta hier met de handelingen. 25 maart 2010. Wij hebben ons erover verbaasd, zegt Femke Halsema, dat de angst voor uitholling van de representatieve democratie bij een aantal sprekers doorschiet in een groot wantrouwen jegens burgers en politici. Dat zegt Femke Halsema. Namens uw partij, hè? Namens uw partij, bij dit initiatief wetsvoorstel. Bang voor de burgers, dat is de reden waarom die draai gemaakt is. En u kunt niet zeggen, de leiders van GroenLinks hebben zich altijd hier tegen gekeerd. Nee, de leiders van GroenLinks hebben dit juist altijd verdedigd. Die hebben het mede geschreven. Mevrouw Halsema heeft hier mede aan meegewerkt. Dat kunt u toch niet ontkennen nu? Meneer Bosma, ik heb net erover gehad dat wij hebben een wet referendum. Ik heb het erover gehad dat ondertussen de tijd niet te stil blijven zitten. Lokaal zijn er heel veel initiatieven die al aantonen dat de burgers echt veel meer willen dan ja en nee. U ziet het niet, maar mijn partij wel. En dat betekent dat we die ontwikkeling wel verder willen brengen. De heer Baudet. Ik heb een vraag. Denkt de spreker dat als de bevolking misschien de goede keuze had gemaakt en de standpunten had ingenomen die GroenLinks graag had gezien, dat men dan positiever over het referendum had gedacht? Heeft niets met de uitslag van het referendum te maken. U bent uitslag van het referendum. U staat hier. Dus in die zin heeft er helemaal niks mee te maken. Wij willen een ontwikkeling stimuleren waarbij de meezeggenschap, medeverantwoordelijkheid van de burger juist inclusief is en niet alleen aan het eind van het proces met een simpele, botte ja en nee beantwoord wordt. Voorzitter, dit verhaal over inclusief is bullshit, is lariekoek. Het idee dat je als burger in een G, weet ik veel welk aantal daarbij hoort, gaat overleggen enzovoorts, is een manier om de bevolking zand in de ogen te strooien. Het slaat helemaal nergens op. En de reden dat mensen als David van Rijbroek, die heel weinig van politieke filosofie begrijpen, zo op het schild worden gehesen, is omdat de elites dat gebruiken om hun minachting voor de bevolking te camoufleren. Mevrouw Usertok. Ik heb geen vraag gehoord. Dan tot slot, de heer Baudet. Bent u dat niet met me eens? Kijk, dat had ik verwacht.
Absoluut niet. Dat werp ik, alles wat u zegt, alle duidingen werp ik van me af. Ik ben juist bezig om die inclusiviteit vorm te geven. Wellicht heeft u daar andere ideeën over. Maar als u echt de democratie serieus neemt, als u zegt dat het is, nodig ik u uit om met mij samen na te denken hoe we dat echt, die inclusiviteit, voor elkaar kunnen krijgen. Kom op. Hier is al 3000 jaar over nagedacht. En het antwoord is een referendum, directe democratie. Je moet de burger uiteindelijk in laatste instantie mee laten beslissen. Al het andere is schijn. Alle overlegorganen, alle plekken waar een soort deliberatief gebeuren wordt gecreëerd, is allemaal windowdressing, is allemaal schijn. Dit is al 3000 jaar bekend. En het idee, de hoogmoed dat mevrouw Ozut ook hier even een nieuw idee, een nieuw systeem zou gaan bedenken, vind ik stuitend. Wij zijn een land die heel erg goed is in overleg en bereiken van compromissen met elkaar. En we willen dat ook dat de burger ook in dat proces kan meegenomen worden. Dus het is niet simpel aan het eind ja en nee, maar eerder in het proces burger te betrekken. En dat is een uitdaging. Ik daag u nog steeds uit om met mij mee te doen. Ons congres, heb ik gezegd, dat het duidelijk heeft aangegeven dat we op dit moment geen voorstander van kunnen zijn van nieuwe instrumenten die ingewikkelde kwesties met een simpel ja en nee beantwoorden. Wij willen de wens van de burger om mee te participeren in de totstandkoming van een besluit meenemen. Betekent dan dat GroenLinks geen voorstander meer is van inspraak en participatie? Nee, zeker niet. Geenszins dat. GroenLinks hecht veel waarde aan meer zeggenschap voor burgers. Wij zijn van plan om voorstellen te ontwikkelen die recht doen aan de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, met veel ruimte voor uitwisselen van argumenten, overleg, soms is dat ook vaker nodig, en samen zoeken naar oplossingen, omdat een oplossing gedefinieerd door één partij of door één groep niet het meest ideaal is. Met een simpel ja en nee, een streep zetten door een wet, past niet meer bij ons. Dank u wel. Dank u wel. Nou, de heer, mevrouw, dus toch de heer Bosma. Dat was wel heel snel, zeg. Het zou niet meer bij ons passen dat we simpel ja of nee zeggen tegen een wet. Zo'n tegeltjeswijsheid wordt hier dan in de zaal gedropt en mevrouw Ozut rent dan snel weg. Waarom zou dat niet meer bij ons passen? Wij als Kamerleden stemmen per jaar over zo'n 3000 moties. Dan gaan of onze handen omhoog of niet. We stemmen voor of tegen. Voor ons is het ja of nee. Waarom zou die burger ook niet ja of nee tegen een wet kunnen stemmen? Mevrouw Ozutok. Kijk, het grote verschil is, u heeft veel meer informatie over een wet die dan voor u ligt, voordat u ja of nee zegt. Dus de burger is een beetje dom. De burger is een beetje dom, die weet niet genoeg. Nee, ik laat me geen woorden in de mond leggen. Zeker niet op dit punt. Gaat u verder. Burger is heel erg goed in staat om mee te denken en ook die informatie tot zich te krijgen en ook kennis en ervaring op te doen over wat er voor ligt. En in dit proces waar u nou voorstander van bent, heeft die burger alleen maar aan het eind, want u heeft de afweging gemaakt. En wij willen dat juist veranderen. Wij willen manieren zoeken waarin de burger al eerder betrokken is in het besluitvormingsproces. De heer Bosma. Ja, dat wil ik ook. En daarom heeft mevrouw Halsema en mevrouw Sap en meneer Duivendak en mevrouw Azoeg en mevrouw Voortman, allemaal van GroenLinks, allemaal gepleit voor dit initiatief wetsvoorstel. GroenLinks heeft gevochten voor dit initiatief wetsvoorstel waar u nu tegenvecht. Zo voorspelbaar en zo transparant is GroenLinks. Waarom? Om juist mensen inspraak te geven in hun eigen leven, om te stemmen ja of nee over die wet. En daar had GroenLinks toch helemaal gelijk in? Mevrouw Ozutok. Alleen een ja en nee is een schijnvoorstelling. Dus wij zijn tot andere inzichten gekomen en nieuwe inzichten mag in dit huis. Dat is juist verstandig. Dat zou u toch moeten weten. De heer Via de voorzitter, mevrouw Ozutok. De heer Bosma. Voorzitter, wat is er nou mis aan ja of nee zeggen tegen een wet? In het leven zeg je toch de hele dag ja of nee. Als je de trein pakt of koffie bestelt of je gaat op vakantie, dan zeg je of het een of het ander. Zo simpel is het leven vaak. En het is toch heel fundamenteel voor burgers om te zeggen wet X of wet Y, daar wil ik van af. Dat hoort er gewoon bij een democratie. Ja of nee is toch een hele simpele keuze. En soms, heel vaak, is het leven zo simpel. Er zit een dilemma aan een uitspraak op het moment dat het een nee is, bijvoorbeeld. Laat
Laat ik een voorbeeld geven. Op het moment dat over een wetsvoorstel nee wordt gezegd door de burgers, dan stopt het. Dan gaat het hele voorstel in de prullenmand. Maar de reden waarom een wetsvoorstel er kwam, er lag, is daarmee nog steeds niet weg. En ik kan u een voorbeeld geven. Marcel van Dam zei destijds dat hij tegen de Europese grondwet zou stemmen omdat het hem niet ver genoeg ging. Anderen stemden tegen omdat het ze veel te ver ging. Zeker is het dat er daarna weer gehandeld moest worden. En dat is de dilemma nou wat er voor ligt. Daarom willen we niet alleen volstaan met een ja en nee. We willen een proces ontwikkelen waarin de voorstellen zijn, waarin de burger veel eerder mee kan doen, mee kan denken en de richting kan bepalen. Afrondend, de heer. Voorzitter, Kamerleden moeten per week tientallen keren ja of nee stemmen. Onze hand gaat omhoog of onze hand gaat niet omhoog. Zo simpel is dat. En wat de reden is, dat is vaak onduidelijk. Dat weten de mensen niet. Dat kan de reden zijn, het gaat ons niet ver genoeg of het gaat ons juist veel te ver. Maar die nuance hebben we niet. Wij Kamerleden stemmen per jaar over minstens 3000 moties. Als een kabinet 4 jaar zit in 1 periode... vaak tegen de 10.000 moties, dan stemmen we ja of nee. Wat goed genoeg is voor ons Kamerleden, is toch goed genoeg voor elke burger van Nederland? Gewoon voor of tegen stemmen? Ik heb 14 collega's die heel erg goed hun best doen en zich daarin verdiepen. Ik vertrouw op mijn collega's. Op het moment dat zij zover zijn en wij bespreken dat ook in de fractie, dan stem ik inderdaad ja en nee. Maar dat is een heel ander proces. U wilt niet tegen die proces kijken. U heeft alleen maar over het allerlaatste moment in het traject. Wat wij willen, is graag dat de burger eerder al mee kan praten, mee kan denken, mee en kennis erover kan verwerven, meer kennis die ook bij deskundigen is. Want vaak is dat ook op dit moment ook niet inzichtelijk. En vervolgens de richting kan aanwijzen en dan een besluit kan vallen. Mevrouw Leijten. Ja, voorzitter, als je wel mee kan denken over de richting, maar je mag niet uiteindelijk ja of nee zeggen tegen de kant die wordt ingeslagen, dan is dat meepraten toch een farce. Dan is dat meedenken toch gewoon een farce. U maakt een karikatuur van wat ik heb gezegd. Het is juist bedoeling om in de uiteindelijke besluitvorming ook de burger mee te nemen. Als daarover mee is gedacht, dan weten we precies welke kant is. Dat het niet een nee is, maar met verschillende redenen. Dan heb je veel meer aanwijzingen welke kant het uitgaat. En dan kun je op die manier een beleid ontwikkelen. Lokaal wordt het al gedaan. Waarom zou je dat niet hier kunnen doen? Mevrouw Leijten. Voorzitter, ik laat me niet zo snel zeggen dat iets een farce is als ik niet zelf weet dat het een farce is. Weet je, ik heb hier zo vaak in de Kamer geprobeerd alle geluiden van de samenleving voor wetsvoorstellen, beleidsvoorstellen gehoord te krijgen, waarbij de trein toch doorraast. En waarbij inderdaad die inspraak en dat meebeslissen een farce is gebleken. Maar wat ik hier mis, is dat GroenLinks zegt, we willen in het hele traject mensen meenemen en mee laten denken. We doen hier geen enkel voorstel hoe dat er dan uit moet zien, want ik heb ze niet gehoord, ik heb goed geluisterd. Maar we sluiten wel af dat de optie om uiteindelijk ja of nee te zeggen, daar waar het uitgekomen is, om dat aan de burgers te geven. En dat snap ik niet. Want het was GroenLinks, samen met de Partij van de Arbeid en D66, die juist na dat Europees grondwetsreferendum zei, dit is zo goed geweest, dit debat in de samenleving is zo goed geweest. Ja. Afronden. Wij willen dat dit aan burgers gegeven wordt en dat het een extra democratisch element wordt in onze samenleving. Mevrouw Leijten. En wat is er dan nu veranderd? Wat er veranderd is een andere maatschappelijke ontwikkeling, nieuwe inzichten waarin we hebben gezien dat de burger meer wil dan alleen maar een ja en nee antwoord aan het eind. Als u met mij mee wilt om dat mee te ontwikkelen, ik heb gezegd dat ik later met voorstellen zal komen. Maar dit is niet de weg wat ik op wil. Volgens mij ben ik duidelijk geweest en u kunt het ook in de handelingen nog lezen. Tot slot, mevrouw Leijten en Kort. Nou ja, voorzitter, het is helemaal niet duidelijk wat GroenLinks wil. Ze sluit alleen de weg voor een correctief referendum af. Ja. En alle mogelijke manieren die je hebt om beleid te beïnvloeden, door hoorzittingen, door petities, door burgerinitiatieven. Ik zal het allemaal steunen, want hoe meer wij kunnen luisteren naar mensen en hun ideeën, hoe beter het hier wordt. Maar uiteindelijk moet toch de burger ook de mogelijkheid hebben, als hij dat zelf wil, door een referendum te organiseren om ergens ja of nee tegen te zeggen. En ik begrijp niet dat GroenLinks, dat
destijds bij het Europees grondwetsreferendum juist zo'n succes vond. En nu zegt, de samenleving is veranderd. Volgens mij is er nu meer behoefte aan meebeslissen mee dan gemaakt. Toen. Dank u wel. Ja, de afweging is een ander. Volgens mij ben ik duidelijk geweest. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, voorzitter.